Toen ik ZZP'er werd, merkte ik dat er heel weinig mensen opkomen voor de ZZP'er. Ik denk dat het boek een voorloper is op de oprichting van Interim Life. Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen. Het klassieke model van detachering kost heel veel tijd. We willen tussen nu en, laten we zeggen, 5 jaar toch wel in de top 3 van de markt begeven. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Sleutelmomenten, waarin ik in gesprek ga met ondernemers over hun 3 belangrijkste momenten die bepalend zijn geweest voor waar de ondernemer nu staat en waar het bedrijf nu staat. En deze serie maak ik in samenwerking met Centraal Beheer Zakelijk om jou als ondernemer verder te helpen. Welkom bij 7D-TV. In deze aflevering praat ik met Taren Mohan van Interim Life over zijn sleutelmomenten. Taren, van harte welkom. Dankjewel, Ronnie. En laten we maar meteen met het begin beginnen. Het is natuurlijk een moment voor veel ondernemers, denk ik, die altijd in de boeken zal blijven staan, is namelijk het starten. Ja. In jouw geval het starten met Interim Life. Wanneer heb je dat gedaan? Wij zijn in 2019 met het idee begonnen. En toen heb ik wat collega-ondernemers bij elkaar gezocht om samen te starten. Dus we hebben het uiteindelijk met z'n 3 gedaan. En we hebben een jaar lang gesleuteld aan het concept. En in 2020 zijn we ook feitelijk live gegaan. Oh, dus goede timing, zeg maar. Dus dat was een spannend jaar om meteen te starten. Zeker, met corona was het inderdaad een spannend jaar. Ja. Maar het heeft ons wel geholpen, want we werken toch al van huis uit in de IT. Dus dat was prima. Hey, even een korte pitch wat Interim Life doet. Ja, Interim Life is een platform wat ZZP'ers en opdrachtgevers met elkaar matcht. En dat doen wij op een unieke wijze door algoritmes die wij hebben ontwikkeld, waardoor we binnen 1 seconde de beste match vinden. Dat klinkt als goud. Ja, dat wil iedereen. Ja. Ja. En zometeen daar meer over, want daar wil ik meer van weten. Wat jij net zei over het starten, het moment van starten, jouw eerste sleutelmoment. Toen zei je, toen heb ik een paar ondernemers erbij gehaald en we zijn uiteindelijk met z'n 3 gestart. Dat klinkt heel eenvoudig, maar het lijkt me nogal een cruciale keuze wie die andere 2 zijn, zeg maar. Zeker. Hoe kwam je bij hun? Of wie waren dat? Kende je ze al? Ik kende ze al, zeker. Ik heb ze al eerder leren kennen in een training. Maar ik ben eerder ondernemer geweest. En toen ik daarmee stopte, heb ik heel lang met andere ondernemers gesproken om te kijken van nou, ik wil iets nieuws ondernemen, hoe gaat dat? En het duurt best wel lang voor je de juiste partners hebt gevonden. Ja. Ik werk heel graag met jonge mensen, omdat ik heb een berg aan ervaring. Deels door mijn leeftijd, maar deels ook gewoon door alles wat ik heb gedaan. Maar ik zocht mensen die mij wat konden leren, die iets konden toevoegen. En ik werk met jonge mensen omdat zij heel veel van de techniek weten, waar ik natuurlijk minder van af weet door mijn ervaring. Mm-hmm. En zo heb ik ze gevonden. Hey, en met z'n 3 gestart, wat zijn de lessen die je, als jij nu terugkijkt, je bent nu een paar jaar verder. Wat zijn voor ondernemers die nu zitten te kijken en misschien wel erover nadenken om een bedrijf te starten? Wat zijn belangrijke lessen die jij hebt meegenomen van dat moment van starten? Een goed team. Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen. En dat betekent niet dat je allemaal hetzelfde kunt. Juist niet, integendeel. Mm-hmm. Je moet elkaar aanvullen. En dat heb ik gevonden in mijn partners. Mm-hmm. En hebben jullie daar afspraken over gemaakt, zeg maar, van tevoren? Ik bedoel, hoe zijn jullie gestart? Is het dan de kwestie van, trek de champagnefles maar open en klik, klik en we starten? Hoe gaat zoiets? Je gaat met elkaar in gesprek en je ontdekt zelf waar de een goed is en waar de ander beter in is. Mm-hmm. En op die manier ontstaat een natuurlijke selectie. Als je van tevoren probeert afspraken te maken, jij gaat dit doen, jij gaat dat doen, dan is dat in mijn optiek een beetje onnatuurlijk. Okay, en wat is de taakverdeling tussen die 3? Als je kijkt naar onze taakverdeling, ik ben de ondernemer met ervaring in detachering. Dus ik breng mijn know-how op dat vlak in. Wouter is zeg maar onze technische man. Ja. Die ontwerpt en die kijkt naar vooruit van welke technieken kunnen we nog meer hanteren. En Mark is een BI-specialist en kijkt op die manier en ook commercieel naar de markt en onze onderneming. Oké, het hele business intelligence verhaal. Veel ervaring, zeg je. Ja. We gaan zo meteen vooruit kijken, maar even een stukje terug. Hoe ziet het leven voor Interim Life eruit? Wat heb je allemaal gedaan? Ja, ik ben ooit begonnen bij een grote verzekeraar, waar ik na mijn dienstverband ben opgeklommen tot het managementniveau. Daarna ben ik een ondernemerschap ingegaan, ook weer met partners. Ik heb 12 jaar lang een ander detacheringsbedrijf gehad. Daar zijn wij in 2013 mee gestopt. Toen ben ik als ZZP'er aan de slag gegaan. Yeah. Maar altijd wel de drive gehad om opnieuw iets neer te zetten. Mm. En uiteindelijk heeft het geleid tot Interim Life. En waarom niet gewoon lekker ZZP'en? En wat is waar komt die drive vandaan om iets neer te zetten? Wat zeg maar groter is dan alleen maar ZZP'en? Ik wil iets neerzetten wat inderdaad groter is dan alleen ZZP'er. En dat kan ik niet alleen.
Daar heb ik partners voor nodig. Daar heb je een model voor nodig. Daar heb je klanten voor nodig. Mm. En als ZZP'er heb je 24 uur in een dag. Als ondernemer ook wel. Maar als je met z'n drieën bent, heb je 3 keer 24 uur. Mm-hmm. En zo kan je het ook groter maken. Jij had het net over dat stukje artificial intelligence of machine learning en allemaal dat soort terminologie. Mm-hmm. Hè? Maar je database is je goudmijn, denk ik, hè, zo'n beetje. Zeker. Kun je daar iets meer over vertellen, wat dat zo uniek maakt? Nou, die database op zich is niet uniek. Er zijn meer platformen die database hebben. Ja. Wat ons uniek maakt, is dat wij dus direct matchen. Op basis van algoritmes die wij zelf hebben ontwikkeld. En die getraind worden door machine learning. Ook daarvoor hebben we een expert in huis. En die database die groeit elke dag. En ik denk wat het uniek maakt, is dat wij ons focussen op IT en het snijvlak van business IT. Terwijl er meer platformen zijn, maar die pakken de volle breedte. En waar moet een ZZP'er aan voldoen? Wil hij zich aansluiten op jullie platform? Ja, iets met IT en het snijvlak van business en IT uiteraard. En wij focussen ons op de bovenkant van de markt. Dus wij werken niet met junioren. Wij werken met medioren en senioren. Nou, als je daar dan voldoet, kan je inschrijven bij ons. Hey, en machine learning klinkt natuurlijk heel mooi. Maar als je er niks in stopt, komt er ook niks uit. Hè? Exact. En hoe wat stoppen jullie er allemaal in? Aan de ene kant maakt de professional zijn profiel aan. Dus vanuit die zijde komt de data in. Aan de andere kant voert de opdrachtgever, of wij namens de opdrachtgever, de opdrachtomschrijving in. Met wat iemand moet kunnen, hè? Aan taken, hard skills, soft skills, uurtarief, noem het maar op. Alles wat bij zo'n opdracht moet kijken. Nou, die twee werelden wordt binnen 1 seconde gematcht. En de resultaten die zijn die goed? Ja, die zijn erg goed. Ja, want waar hebben we het nu over? Hoeveel mensen heb je erin zitten? Hoeveel opdrachten doe je? Kun je iets daarover vertellen? Ja, we zijn natuurlijk nog relatief jong. Ja. En we hebben er nu iets van 1250 intern professionals in zitten. Maar wel specifiek op dat snijvlak. Hè. Ja. Je moet je voorstellen, dat zijn in Nederland ongeveer 40.000 IT'ers. Okay. Dus we hebben nog wel een lange weg te gaan. Ja, precies. Maar die zitten waarschijnlijk niet allemaal in onze doelgroep. En sommigen werken op een andere wijze dan als ZZP'er. Okay. En dus dat maakt ook wel wat uit. Qua opdrachten zitten we rond de 10, dus dat is groeiende. Ja. Dat lijkt weinig. Aan de andere kant, we hebben wel hele grote klanten. Dus dat scheelt wel weer. Ja, waar je niet 1 ZZP'er, maar meerdere wegzet. Exact. Ja. Het tweede sleutelmoment vind ik wel interessant. Wat jij schetste, dat is wat jij, zoals je het zelf hebt genoemd, het aanpassen naar het hybride model. Ja. Dus jullie hebben het model omgegooid naar een hybride model. Dat was ook op basis van een advies wat je kreeg. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, zeker. Kijk, wij zijn begonnen met dat opdrachtgevers zelf hun opdracht kunnen invoeren. Kostte 5 minuten. Ja. Dan ontstaat die match en dan kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met die ZZP'er. Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers nog werken met het klassieke model. Ze willen alles uitbesteden. Mm. Dus toen wij merkten dat opdrachtgevers zich niet spontaan inschreven, hebben we dat hybride model geïntroduceerd, waarbij wij het werk uit handen nemen van de opdrachtgever. Zij mailen ons die opdracht en wij doen dat via onze database. Aha. Daar hebben wij met de Raad van Advies over gesproken, van hoe lang blijf je dan volhouden aan zo'n model of ga je aanpassen. We hebben heel snel besloten om aan te passen, omdat je daardoor een grotere groep aan opdrachtgevers bereikt. Dus je helpt de opdrachtgevers meer, zeg maar. Exact. Ja. Hey, en je zegt even Raad van Advies. Hoe heb je dat gedaan, Raad van Advies? Ik had in het vorige onderneming, hadden we ook een Raad van Advies. Dat was me heel goed bevallen. Hm. Kijk, wij zijn jonge ondernemers ook wel aan de ene kant. Hè. Ik werk met jonge mensen. Wij weten niet alles. En soms heb je iets van een bedrijfsblindheid. En dan is het fijn als je professionals hebt, in dit geval op C-level niveau, die jou kan challengen met je product, met je visie, de kant waar je naartoe wil. En dat vinden we heel fijn. Ja, slim. Wat heeft dat, zeg maar, het turnen naar een ander, ja, jij noemt het hybride model, ik weet niet of dat de juiste naam is, maar wat je bedoelt, je pakt het even op een andere manier aan, hè, waardoor je die opdrachtgevers op een andere manier behandelt. Ja. Wat heeft dat gebracht? Dat heeft gebracht dat opdrachtgevers ons beter weten te vinden. We zijn nu in gesprek met de opdrachtgever, die had zich aangemeld via de website om voor een demo. Ja. Uiteindelijk bleek het om een heel advies te gaan waar de opdrachtgever mee geholpen is. Dus naast een platform geven we ook wel advies van hoe kan je het beste aanpakken. Ja. Het gaat in dit geval om een data governance persoon die ze zoeken. Maar ze wisten helemaal niet hoe ze dat moesten oppakken. Dan heb je aan een platform alleen onvoldoende. Dan nemen ze een opdrachtgever mee van wat heb je precies nodig, waar moet je aan denken. En dan pas gaan we de volgende stap doen. Want wat is het businessmodel van Interim Life? Het businessmodel is heel simpel. Professionals schrijven zich gratis in. Dus het kost hen niets. Het is ook volledig transparant. Opdrachtgever schrijft zich ook gratis in. Pas als een opdrachtgever een match heeft met een professional die inhuurt, betaalt hij €5 of €7,50 per uur.
Zolang het contract duurt. Zolang het contract duurt. Oh, dat is interessant. Dus, ja. Dus wat je eigenlijk zegt is hoe beter de match is en hoe langer die relatie duurt die eruit voortkomt, hoe beter jij je werk hebt gedaan. Voor een deel is dat waar, maar het gaat ons niet zozeer om de duur. Ja. Het gaat er om die goede match. Een goede match kan ook leiden tot de opdracht die na 3 maanden is afgelopen, omdat het project klaar is. Ja. Dus maar dan verdien jij minder. Dat verdien ik minder, toch? Ja, klopt. Maar dat maakt je niet uit. Nee, het middelt zich uit. Je hebt langdurige opdrachten, je hebt korte opdrachten. Uiteindelijk kom je wel uit op 6 tot 9 maanden. Wat een, dus dat is prima. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het altijd wel afgesloten. Want ik kan me ook voorstellen, als ik als opdrachtgever op een gegeven moment die match heb gemaakt, dan denk ik, oké, dankjewel Interim Life, wil ik best voor betalen. Maar als uiteindelijk die opdracht, weet ik veel, 3 jaar duurt, maar dat komt weinig voor, zeg je. Dat die zo lang duurt. Ja. Want ik kan me voorstellen dat dan een afdracht per uur, dat op een gegeven moment niet meer lekker voelt als opdrachtgever. Nee, maar het is prima. Het is gewoon bij ons gewoon bespreekbaar. Als een opdrachtgever een jaar zegt of na 1,5 jaar, hey, Taren, zullen ze naar het tariefmodel kijken? Ja, prima. Ja. Waarom niet? Les uit dat tweede moment is altijd kritisch kijken naar je bedrijfsmodellen, naar je businessmodellen aanpassen als nodig is. Zeker. En wat zijn signalen dat je het moet aanpassen? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, we praten met heel veel mensen. Naast een raad van advies praat ik ook met netwerkpartners, met ZZP'ers. Dus ik ben continu, en niet alleen ik, maar ook mijn partners, in contact met de markt. En zo haal je les uit. Sommige mensen zijn kritisch. Zeggen, ja, maar werkt dit wel of werkt dat wel? Ja. Ja, je moet niet alles blindelings gaan opvolgen, want we hebben een bepaalde visie waar we naartoe willen. Maar je moet wel kritisch kijken van naar je bedrijfsmodel. Dus op die manier monitoren we dat. Je hebt alles zelf gefinancierd. Ik kan me voorstellen, je hebt iets. Want de softwarekosten, kan me voorstellen dat wel wat geld heeft gekost, toch? Om zo'n platform in te richten. Ja, hebben we allemaal zelf gefinancierd. Klopt. Oké. En inmiddels draai je winst? Ja, we draaien winst. Sinds dit jaar gaan we winst draaien. Ja. Vorig jaar nog niet, maar dit jaar wel. Je derde moment, een moment wat misschien wel meer ondernemers willen, dat is een boek schrijven. Ja. In 2017 een boek uitgebracht, Intakegesprekken en Detachering. Waar gaat het boek over? Ja, Intakegesprekken en Detachering. Ja, maar, precies. Maar leg eens uit wat de bedoeling van het boek is en wat het brengt. Ja, toen ik ZZP'er werd, merkte ik dat er heel weinig mensen opkomen voor de ZZP'er. De ZZP'er, terecht, hè, die is ondernemer, moet helemaal voor zichzelf zorgen. Collega's ZZP'ers die doen heel veel aan ontwikkeling, maar altijd wel op inhoudelijke vlak. Want opdracht binnenhalen tijdens een intakegesprek, daar heb je 20 minuten voor. Ja. En die sociale vaardigheden, weten hoe zo'n intakegesprek gevoerd wordt, wat komt erbij kijken, hoe moet je je voorbereiden, dat helpt je om zo'n opdracht binnen te halen. Moet je voorstellen, in onze branche heb je 20 minuten om, even op jaarbasis omgerekend, tussen de 100 en 150k om te zetten. Dus belangrijke 20 minuten. Exact. Ja, ja, ja. En daar helpt het boek bij. Oh, en haal er eens een paar tips uit dan, als je die 20 minuten goed wil gebruiken. Waar moet je dan vooral op letten? Waar je vooral op moet letten is de voorbereiding aan zich al. Sluit jouw cv voldoende aan op wat de opdrachtgever vraagt. En met name ook de zaken die niet aansluiten. Hoe ga je daarmee om? Want tijdens een gesprek zal dat ook gevraagd worden. Ja. En hoe ga je om met hele simpele gesprekstechnieken die de opdrachtgever hanteert, die jij misschien niet kent? Dus het boek is soms een open deur, ook een eye-opener. Maar ik hoor van heel veel mensen van ja, ik heb er toch wel wat aan gehad. Wat heeft het jou gebracht, zo'n boek? Want je hebt het echt, je hebt het als derde moment meegenomen. Waarom was het een belangrijk moment voor jou? Of moment, hè? Waarom was het een belangrijk eikpunt, dat boek? Ik denk dat het boek een voorloper is op de oprichting van Interim Life. Ik heb gekeken naar ondernemerschap, wat wilde ik? Ik heb de nadelen ervaren, maar ook de voordelen waar je als ZZP'er tegenaan loopt. Uiteindelijk heeft het mij gebracht om een platform samen met partners neer te zetten die speciaal detacheert, ZZP'ers detacheert. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk het proces van dat boek schrijven heeft jou soort van op het idee gebracht om met Interim Life te beginnen. Exact. Ja, ja. Ja, ja. Alleen op dat moment besefte ik dat niet. Nee, precies. Nee, maar dat is altijd. Dat soort sleutelmomenten zijn vaak achteraf sleutelmomenten. Exact, ja. Ja, ja, niet als je erin zit. Ja. Heeft het je ook commercieel iets gebracht, zo'n boek? Ik bedoel, aan het boek zelf zul je misschien niet zoveel verdiend hebben, of wel? Nee, aan het boek zelf verdien je niet heel veel. Boeken kosten tegenwoordig niks. Nee. Maar daar ging het mij ook niet om. Het ging mij persoonlijk, heeft me iets gebracht, de uitdaging. Kan ik zoiets neerzetten? Dat heb ik dus ook volledig zelf uitgegeven. Vond ik erg leuk om te doen. Daarnaast heeft het me mijn expertise bevestigd. Ja. Wat ook weer in Interim Life terugkomt. Want die database en met name het matchingsmodel, het algoritme, dat is op gebouwd op basis van mijn input. En daar gaat het boek ook over. Ja, ja, ja. Hey, en wat is die machine, hè, tot slot, wat is die machine allemaal aan het leren? Wat maakt het zo slim? Als je kijkt naar het algoritme die wij hebben gebouwd,
hebben we één belangrijk aspect uitgelaten, namelijk discriminatie. Het algoritme discrimineert niet. Niet op leeftijd, niet op geslacht, noem het maar op. Ja. De data waar hij wel naar kijkt, die worden gebruikt om die match zo goed mogelijk te maken. Hè? De werkzaamheden die je moet uitvoeren, de hard skills, de soft skills. Mm-hmm. Naarmate er meer data inkomen, kan die match scherper gemaakt worden. Want het algoritme gaat kijken van oké, als je 10 van diezelfde soorten opdrachten hebt gematcht, hoe verhoudt zich dat dan en wat komt eruit en kunnen we dat aanscherpen? En dat is de techniek van de toekomst. Wat is je over toekomst gesproken? Wat is je toekomst? Wat zijn je toekomstplannen? Met Intern Life zijn mijn toekomstplannen best wel groot en die van partners gelukkig ook. We willen tussen nu en laten we zeggen 5 jaar toch wel in de top 3 van de markt begeven. Oké. Ja. En wie zijn je grote voorbeelden? Of wat zijn de grote spelers in deze markt? Nou ja, er zijn bedrijven als Head First, wat een hele grote speler is. Ja. Yellow is een grote speler, maar je hebt ook uitzendbureaus als Randstad. Wat je vaak ziet, dat het grote spelers zijn met heel veel geld. En die ook wel groot zijn geworden door overnames. Mm-hmm. Wij gaan dat autonoom proberen te doen. Wat wij doen is ZZP'ers helpen en opdrachtgevers helpen. Waardoor zaken als onnodige tijdverlies mm-hmm. en slechte matches de wereld uit worden geholpen. Het klassieke model van detachering kost heel veel tijd. Onnodige tijd. Ja. En dat brengen wij terug binnen 5 minuten. Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes met alle plannen waarmaken. Dankjewel dat jij mijn gast was. Dankjewel voor het hier mogen zijn. Graag gedaan. En bedankt jij voor het kijken of luisteren naar dit gesprek uit de serie Sleutelmomenten. Wil je leren van meer ondernemers en hun sleutelmomenten? Check dan de playlist op YouTube of volg onze podcast. Voor nu, mede namens Centraal Beheer Zakelijk, dankjewel voor het kijken of luisteren. Hoi! We'll be right back.